Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde met 21% naar 78 miljoen euro. Volgens topman O'Leary komt het onder andere door de hoge brandstofprijs en de recessie. Het aantal passagiers dat met de Ierse prijsvechter vloog is wel gestegen. Ryanair opende begin april een thuisbasis op Eindhoven Airport. Het bedrijf investeerde daarvoor zo'n 70 miljoen euro. Ryanair vliegt vanuit Eindhoven naar ruim 30 bestemmingen in Europa.